allemaal, welkom bij een nieuwe weekendvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik ben al een behoorlijk tijd wakker. Ik heb vannacht heel erg slecht geslapen. Maar ondanks dat ben ik een beetje moe, maar ook heel erg vrolijk. Ik heb lekker de video geëdit en geüpload net de weekvlog van vorige week. Een beetje opgeruimd. Ik ben nog wel even, als je kan zien, lekker aan het chillen. En ik heb het even wat huiswerk gemaakt. Ik ben nog wel lang niet klaar, absoluut niet. Goed, ik ben inmiddels thuis. Ik ben in de Monkey Town geweest vanmiddag met Kevin. Ik heb huiswerk gemaakt. Ik hoef morgen nog één vaardigheid in te vullen en dan ben ik klaar. Helemaal klaar. Maar ja, echt een opluchting. Ik ga nu naar mijn opa en oma. Ik heb me even gevraagd of ik wel kwam komen eten. Dus dat doe ik wel. Hij vroeg of ik wilde slapen, maar dat wil ik niet. Ik wil wel gewoon hier in mijn eigen bed slapen, dus dat doe ik wel. Ja, ik ga nu naar mijn opa en oma en ik ga daar eten. Goed, ik ben weer thuis. Ik heb heerlijk gegeten. Ik ga me lekker omkleden en ik ga lekker mijn bed in. Ik ben heel erg moe. Ik hoop dat ik vannacht wel wat beter kan slapen. En ja, I don't know. Ik ga gewoon heel erg lekker slapen en ik zie jullie morgenochtend. Tot morgenochtend. Goedemorgen allemaal. Het is zondag en ik ben wakker, ik ben vrolijk, ik ben happy. Ik ben aangekleed. Ik ben echt heel erg vrolijk vandaag. Ik weet niet waarom. Ik heb gewoon heel veel energie. Ik heb lekker geslapen. Ontzettend goed geslapen. Ik ben gewoon heel erg happy. Echt serieus. Ik heb lekker gedoucht vanmorgen. En lekker even opgeruimd en aangekleed. Ik heb trouwens gewoon een wit shirtje aan en een zwarte legging, that's it. Mijn tas alvast ingepakt voor morgen. Als ik weer naar... Why? Voor als ik weer naar school ga. En ja, ik ben op mijn best heel erg vrolijk. Echt heel erg vrolijk. Ja. Ik ga huiswerk maken. Ik heb nog 2 opdrachten te doen. Dan ben ik helemaal klaar. Yes. En daarna komt het aan op leren. Wat logisch is. Dus dat ga ik ook doen. Klein beginnetje maken. En ja. That's it. Vandaag mijn ouders zijn weg. Dus ik ben alleen thuis vandaag. En ja, ik hou gewoon lekker mijn gemak, denk ik. En we zien het wel hoe het allemaal gaat lopen. Ik heb vandaag lekker geen make-up opgedaan. Gisteren trouwens ook niet. In het weekend laat ik momenteel mijn gezicht lekker rusten. En op school draag ik ook niet heel veel make-up meer. Het enige wat ik draag is mascara. Soms kleur ik mijn wenkbrauw een klein beetje in. Iets op mijn lippen en that's it. Ja, ik ben niet zo'n make-up freak meer de laatste tijd. Valt allemaal wel mee. Zo neutraal mogelijk. Hoe meer lijkt je ook op jezelf. Dus ja. Dat is de laatste wat ik heel erg fijn vind. In ieder geval ga ik huiswerk maken. En misschien dat ik er tussendoor deze vlog nog een leuke Q&A of iets doorgooi. Omdat ik het idee heb dat die best wel kort is. Maar ja, we gaan het allemaal zien. In ieder geval ga ik eerst nog even mijn huiswerk knallen. Want dan is dat klaar. Ja, zo'n beetje 3 over 7 of zo. Ah. Beetje. Een beetje. En dan heb je wel lekker lang geslapen. Ja. Het is ook stil, hè, bij opa en oma. Ja. Nou, bij ons valt het ook wel mee, maar... Kikkeboe. Ja, schat. Hallo. Je staat? Daar. Hey, ben jij daar ook weer? What's up, people's? Ik ben bijna klaar met al het huiswerk. Echt serieus bijna klaar met alles. Waar ik ontzettend blij mee ben natuurlijk, want dat betekent dat ik naar mijn opa en oma kan gaan. En ben ik de enige die als je nagels lakt, voor alle meiden onder ons hier kijken, en je hebt het net een dag op zitten, je raakt iets aan en het is er af. Damn it, dat had ik zo erg. Maar we gaan even weer hier kijken. Hallo.
Hoe gaat het met jou? Ik ben ondertussen mijn laatste dingen aan het afmaken, video's aan het kijken. En dan was dit het alweer, denk ik. Het is al 4 uur nu, dus ik moet zo echt wegwezen. Maar in ieder geval wil ik jullie natuurlijk ook bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Of weekvlog, weekendvlog. Het is geen week, het is een weekend. Het was een heel gek weekend. Wel een heel leuk weekend. Maar in ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe deze video een beluidend omhoog. Abonneer op mijn kanaal aan die kant. En kijk mijn vorige video terug aan die kant. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!